Het is eigenlijk heel bijzonder dat ik hier sta. Want mijn ouders zagen helemaal geen toekomst voor mij als docent. En daarom hebben ze 46 jaar geleden echt geprobeerd om ervoor te zorgen dat ik met mijn opleiding zou stoppen. Maar dat is niet gelukt. En ik ga jullie vertellen hoe het zit. Ik was 10 jaar oud toen ik voor het eerst verliefd werd op Pierre, een jongen die nieuw bij mij in de klas kwam. We werden al gauw vrienden en we ondernamen heel veel. Besefte ik op dat moment dat ik verliefd was? Nee, daar was ik nog veel te jong voor. Maar later realiseerde ik me dat Pierre wel degelijk de eerste liefde was in mijn leven. Want ik heb 20 jaar lang met grote regelmaat van hem gedroomd. En ik was 12 jaar en ik zat in de eerste klas van de middelbare school en ik wist het. Ik wil leraar worden. Wiskunde en natuurkunde. En op mijn 17e ben ik daarom gaan studeren, die vakken, in Utrecht. Aan de universiteit. En mijn ouders, die waren laaiend enthousiast. En zo trots op mij. Want ik was de eerste van 71 neven en nichten van mijn generatie die naar de universiteit ging. Ja, je hebt het goed. 71. Ik kom uit een goed katholieke familie uit Brabant. En mijn ouders betaalden alles voor mij. Mijn studiekosten, mijn kamerhuur en mijn dagelijkse kosten. Ik ging ieder weekend thuis werken in de slagerij van mijn vader en aan het eind kreeg ik geld mee om de volgende week door te komen. Op de universiteit had ik echter al gauw in de gaten dat dat niet mijn ding was. En het was een enorme teleurstelling voor mijn ouders toen ik na een jaar overstapte van de universiteit naar de lerarenopleiding. En in diezelfde tijd, ik was 18 jaar, leerde ik Pieter kennen. De man van mijn leven, nog altijd mijn partner. En toen ontplofte er een bom. Dat was op het moment dat ik voor mijn ouders uit de kast kwam. Maar wat ik niet in de gaten had, was dat er ook nog eens een deur aan die kast zat en dat daar een tijdbom aan hing. Want mijn ouders waren ervan overtuigd dat er geen school in Nederland te vinden zou zijn die een homo voor de klas zou dulden. En daarom zeiden ze: Henk, stop ermee. Dit heeft geen nut. Je vindt nooit een baan. Kappen. En om dat kracht bij te zetten, stopten ze meteen met betalen. En dan had ik geen cent meer. En ik kon de volgende week daarna amper nog mijn inkopen betalen. En mijn wereld stortte in en ik viel in een heel diep gat. Ik heb enorm veel geluk gehad dat er twee docenten van die lerarenopleiding waren die dat zagen gebeuren. En die niet toekeken, maar ingrepen. En zij arrangeerden een gesprek met mijn ouders en de uitkomst was dat ze wel doorgingen met betalen. En op mijn 23e haalde ik mijn diploma. En kort daarna werd ik gevraagd, ik heb er niet eens gesolliciteerd, door de katholieke Sint Aloysius Mavo te Hilversum om daar les te gaan geven als leraar wiskunde en natuurkunde. Mijn doel was bereikt. En ik had me voorgenomen om een baken te zijn voor de LHTBI-leerlingen van mijn school. Ik denk dat het belangrijk is om af en toe eens iets van jezelf te vertellen. Maar in het begin was ik daar nog wel best een beetje voorzichtig mee. Je moet tenslotte toch ook een baan hebben, nietwaar? Maar langzamerhand kwam ik meer open en ging ik dingen over mezelf vertellen. Ik denk dat het belangrijk is voor een docent om meer te zijn dan een docent alleen. En ik merkte dat dat invloed had op leerlingen. Want persoonlijke verhalen raken mensen. En dat geldt ook als je iets wilt vertellen
over een sportieve prestatie die je hebt geleverd. Of over een boek wat je gelezen hebt. Een reis die je gemaakt hebt. Zo gauw je een persoonlijk verhaal vertelt in de klas. Nou, reken maar dat je daar leerlingen mee kunt inspireren. En ik had gedacht dat ik wel leerlingen zou kunnen helpen die problemen hadden met hun identiteit. Net zo goed als die twee docenten mij geholpen hadden. Maar eerlijk gezegd viel dat best wel een beetje tegen. Want ja, er waren wel wat gesprekken en algemene voorlichtingsbijeenkomsten. Maar verder rest gebeurde er niet veel. Ik had het anders verwacht. Tot 6 jaar geleden. Er was een reunie georganiseerd van mijn school en ik ging daarheen. En die avond loop ik naar de locatie waar die reunie gaat plaatsvinden. En uit een zijstraat komt een bloedmooie jongen aanlopen en die gaat 5 meter voor mij uit naar diezelfde locatie, naar die ingang en die gaat daar naar binnen. En ik denk, oh jee, dat moet dus een leerling van onze school zijn geweest. Misschien wel een leerling van mij. Maar ik herken hem niet. En die avond kom ik met die jongen in gesprek. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Deze jongen was geen leerling van mij geweest. Maar wel een leerlinge. En deze jongen, voorheen dus een meisje, vertelt mij een verhaal wat het leven van mij als docent compleet maakt. Hij zegt, meneer, u snapt best dat ik een hele moeilijke tijd heb meegemaakt. Maar mede dankzij u ben ik daar goed doorheen gekomen. Mede dankzij mij? Ik heb toch niks voor jou gedaan? Nou, niet direct, dat klopt. Maar u was zoals u was. En u vertelde wel eens iets in de lessen over uzelf, over uw homoseksualiteit. En dan keek ik om me heen naar de reacties van mijn medeleerlingen en er was niks aan de hand. Iedereen vond het gewoon prima. En u kon zijn wie u wilde. En in die moeilijke momenten dacht ik dan aan u. En dan dacht ik, als hij het kan, dan kan ik het ook. En zo heeft u mij geholpen. En toen wist ik het zeker. Ik denk dat het als docent ontzettend belangrijk is dat je ook eens af en toe iets van jezelf laat zien. Een docent is meer dan een docent alleen. Dank je wel dat ik dit met jullie mocht delen.